Goedemiddag allemaal. Fijn dat jullie hier zijn, ondanks het prachtige weer, de 40 minuten file en de opstoppingen bij de trein. Dus misschien dat er nog een paar mensen iets later komen die daar niet helemaal op hadden gerekend. Ik ben heel blij dat jullie hier zijn. Want voor ons is dit een belangrijk moment. En ik denk ook eigenlijk voor meer dan ons. Dus ik ga meteen maar snel van start, want we hebben 40 maatregelen die we ook allemaal even heel kort de revue willen laten passeren. Maar waarom doen we dat nou eigenlijk? Nou, we hebben tot twee keer toe een rechtszaak gewonnen. Eerst bij de rechtbank, daarna bij het Hof. Niet omdat wij nou zo graag rechtszaken voeren of omdat wij nou van nature wat ongeduldig zijn. Maar omdat we zien dat als je wil doen wat nodig is om echt onder de 1,5 graden te blijven, dat we gewoon veel meer moeten doen. En dat de Nederlandse uitstoot toen wij begonnen en ook nog tot nadat wij de eerste keer hadden gewonnen, al sinds 1990 op het gebied van CO2 niet was gedaald. De overige broeikasgassen een heel klein beetje, vooral door landbouw en een beetje industrie, maar CO2 gewoon 28 jaar lang niet gedaald. Ja, en terwijl we overal roepen, we zijn het groenste kabinet ook, we moeten wat doen, we hebben Parijs ondertekend, we zijn toch lekker bezig, maar de CO2-uitstoot daalt niet. En dat is uiteindelijk waar het over gaat. Dus daarom zijn we toch naar de rechter gegaan in de hoop dat dat de laatste democratische factor is in Nederland die kijkt naar de feiten en zegt van ja, als je hebt gezegd dat je onder de 1,5 graad wil blijven en je hebt van allerlei dingen getekend en je hebt 10 jaar lang zelf gezegd, we moeten als Nederland, als industrieel land, tussen de 25 en de 40% CO2 reduceren in 2020. Ja, dan moet u dat misschien ook maar doen. En beide rechters hebben eigenlijk al een beetje gezegd van ja, misschien is die 40% wel nodig. Maar dat is de discretionaire bevoegdheid van de politiek. Maar je wilt wel dat de ondergrens bewaakt wordt door de rechter. En daarom heeft hij tot twee keer toe gezegd, nou die 25%, daar zijn we het eens met Urgenda. Nou, en als je kijkt naar Nederland in 2015 toen wij wonnen en wat nu het doel van onze regering is, dan ligt wat wij vragen precies op de route. Dus waarom zou je het niet gewoon doen? Waarom ga je in hoger beroep en in cassatie? Want we weten allemaal dat als je bij wijze van spreken rechtdoor zou gaan en dan op het allerlaatste moment zou gaan reduceren, wat bijna onmogelijk is, maar dan heb je heel veel meer uitgestoten dan als je een route kiest die sneller gaat. Want het oppervlakte onder dat stippellijntje, dat is dan wat er nog aan uitstoot is. En hoe kleiner dat oppervlak, hoe beter, want met z'n allen veroorzaken we die klimaatverandering. Dus wij denken de hele tijd van, ja, waarom nou al die rechtszaken voeren en allemaal gedoe, terwijl het eigenlijk gewoon op de route van het kabinet zou moeten liggen. Nou, en als je dan ziet wat we in de loop der jaren hebben gedaan, een beetje op en neer, maar niet noemenswaardig naar beneden gegaan. Wij hebben gewonnen en dan staat eigenlijk voor 166 megaton uitstoot in 2020. Dat is waar je heen zou moeten. Maar ja, we zaten in 2018 nog op 190. Dus het gat was toen 24 megaton. En toen kwam 2 maanden later kwam het PBL met een rapport die zei van nou gemiddeld is het gat nog 9. Wij snappen dat niet helemaal, want we denken niet dat het heel goed mogelijk is om zo snel achteruit te gaan als je niet de windparken om je oren ziet vliegen. Dus wij zien geen grote projecten die nou echt heel erg veel sneller zijn gegaan dan gepland. En dan is het eigenlijk niet mogelijk om zo snel achteruit te gaan als wat het PBL heeft gezegd. Maar we vinden wel dat het moet gebeuren. Dus wij zijn met heel veel partijen gaan kijken van stel nou dat je zoveel CO2 moet reduceren, kan het dan nog? Want het is extreem kort geworden, het is natuurlijk al 2019. We hadden natuurlijk meteen moeten beginnen in 2015. En iedereen weet hoe langer je erover doet, hoe duurder het wordt. Maar ja, je kan natuurlijk grote stappen snel thuis. Je kan alle kolencentrales dichtzitten. Het kabinet heeft nu gezegd van nou, we doen er alvast 1 dicht, de kleinste, de kolencentrale bij de Hemweg. Maar er zijn er 3 brandnieuwe opengegaan rond 2015. Ja, als je die ook dicht wil, dan vinden die bedrijven dat natuurlijk niet zo fijn, want die zijn nog niet zo heel lang geleden gevraagd om die te openen. Maar het zet wel veel zoden aan de dijk. En als je dat dan voor de helft opvangt met gas en een beetje met import, dan zou je netto tussen de 10 en de 13 megaton redden. Dat is dus volgens ons niet eens genoeg op dit moment. Maar dat is wel natuurlijk wat het kabinet hoopt, dat die 9 megaton waar is, dan zou dit genoeg zijn. Maar wij zijn gaan kijken van nou kunnen we nog meer doen. Er zit natuurlijk het een en ander in de pijplijn, want we zijn natuurlijk met z'n allen wel bezig. En omdat dat salderen is gebleven, hartstikke super, zijn heel veel particulieren nog weer zonnepanelen op hun dak gaan liggen. Dus er zit een soort natuurlijke groei in. Maar ja, je kan meer doen als je heel veel kleine stappen zet. En wij denken dat al die kleine stappen eigenlijk ook een soort kickstart zijn naar waar het kabinet uiteindelijk ook uit wil komen. En dat je daar dus helemaal niets mee verliest, maar heel veel mee wint.
Nou, die liggen tussen de 15 en de 20 megaton. 15 is als we bij alles aan de onderkant zijn gaan zitten. Dat hebben we gedaan. Maar we weten dat als je de band wat ruimer neemt, dat je dan ook naar de 20 kunt gaan. Dus bijvoorbeeld, wij hebben gerekend met alleen maar terug van 130 naar 120. Dat is 0,2 megaton. Maar als je terug gaat naar 100, ja, dan is het veel meer. Dus je hebt een keuze als kabinet. Ga je een paar kolencentrales dicht doen? Hoeveel van die maatregelen pak je? Dus we leggen een heel palet hier neer, opdat de overheid zelf kan kiezen. Wij zeggen niet dat het zo moet, maar wel dat het zo kan. En inmiddels zijn er meer dan 700 partijen aangesloten bij die 40 maatregelen. En die zeggen ook, allemaal van één of meer maatregelen, wij kunnen helpen om dat ook waar te maken. Dus je hoeft het als overheid ook niet alleen te doen. Maar je moet wel iets doen, want sommige maatregelen willen 1260 brieven van premier Rutte naar 1260 scholen. Anders willen liever geen verhuurderheffing meer en alles daartussenin. Dus het ene kost bijna niets, het andere is iets prijziger. Maar je hebt een keuze als kabinet wat je kiest. En wij vinden dat je daarbij ook veel integraler zou moeten gaan kijken. Want op dit moment wordt er alleen maar gekeken naar wat is het goedkoopste per ton CO2. Terwijl sommige dingen zijn wat duurder, maar geven wel heel veel draagvlak. Sommige dingen zijn wat duurder, maar leveren veel biodiversiteit op, of een verbeterde bodem, of help je met het dossier rondom stikstof. Dus er zijn veel meer afwegingsmogelijkheden en wat ons betreft ook noodzakelijkheden die je zou mee moeten nemen als je keuzes maakt. Wij hebben de indruk dat dat niet altijd gebeurt. Ja, hier heb ik een paar voorbeelden neergezet, want die 100.000 huurders die dan een woning zouden krijgen zonder gas en met zoveel mogelijk zonnepanelen, die hebben dan een huis zonder energierekening. Dat helpt, denk ik, om de draagvlak te versterken. Als je een aantal van de maatregelen op het gebied van groen, vernatte veen, et cetera, zou doen, ja, dan doe je allerlei zaken die te maken hebben met dat dossier rondom stikstof. We hebben heel veel maatregelen die hebben iets te maken met mobiliteit. Dat levert natuurlijk ook gezondheid op, minder doden, minder fijnstof, et cetera. Dus er zijn allerlei, elke keer heel veel dingen te halen die je nu vaak niet hoort. En aan de andere kant zie ik oplossingen voorbij komen die je juist niet wil. En die hebben met name te maken met biomassa. Dus biomassa bijstoken in een kolencentrale wordt helaas formeel nog steeds gezien als duurzaam. Dus wij doen dit nu omdat we dan zoveel duurzame energie doen voor Europa. Maar per kilowattuur stoot je dan meer uit dan met de kolencentrale. En het heeft heel veel andere negatieve gevolgen. Nou zie ik dat heel veel warmtenetten in de planning staan. Hetzelfde verhaal. Je kan het met diepe geothermie doen, uitstekend. Maar als je dat met biomassa gaat doen, dan stoot je veel meer uit. En 20 jaar geleden was dat misschien een goed idee. Als je nog de tijd had om bomen te planten. En die zouden dan na 20 jaar de CO2 weer uit de lucht hebben gehaald die je dan op dat moment verstookt. Maar die tijd hebben we niet. De cruciale periode is tussen nu en 10 jaar. Dus als we nu nog eens even in die periode heel veel extra gaan uitstoten, meer dan kolen, dan helpen we onszelf over allerlei drempels heen die niet meer terug te draaien zijn. Dus we hebben helaas niet meer de tijd om biomassa duurzaam te vinden. Dus die moet eigenlijk van het rijtje duurzame maatregelen af. En dat betekent dus best een verandering van beleid. Maar biomassa is eigenlijk de nieuwe kolencentrale. Dan gaan we over 5 jaar van zeggen, ja, hadden we eigenlijk niet moeten doen. Weer een desinvestering. Dus ja, ik denk dat we beter nu vooraf kunnen zeggen, we gaan daar toch maar niet meer in verder. Dat was ooit een goed idee, maar nu niet meer. Nou, en dan kan je natuurlijk zeggen, ja, wat kost dat dan allemaal wat u heeft verzonnen? Nou, er zijn 2 maatregelen die zijn heel duur. Die zijn ieder ongeveer 2 miljard. Maar 38 andere maatregelen kosten samen maar 1,7 miljard. En die 2 maatregelen die we dan schrappen zijn samen maar 0,4 megaton. Dus je houdt nog 14,6 megaton over voor 1,7 miljard. Dat is best heel goed te doen. Wij vinden dat je die 2 andere ook moet doen. Daarom staan ze natuurlijk op ons lijstje. Maar je hebt een keuze daarin. Nou, wij natuurlijk volgen ook de krant. Dus we hadden heel veel geld over. We hadden zelfs heel veel meer over dan wat we hadden gepland. Er stond een overschot van 0,5% in de boeken. Het werd 1,5%. Nou, voor dat extra geld kun je meer dan voldoende doen om al deze maatregelen mogelijk te maken. En ik vind dan eigenlijk dat in een rechtsstaat je dat ook gewoon gaat doen. Want nu hebben we het vanaf 2015 gewoon genegeerd. We hebben gewoon gedacht van, nou, dat was een foutje van de rechtbank. En in oktober bleek het geen foutje van de rechtbank. Maar nog steeds zie ik niet een soort enorme sense of urgency dat er nu heel veel meer gebeurt. Een paar dingetjes. Maar niet voldoende om op 25% uit te komen. Nou, we hebben het geld dus liggen.
We hebben 700 partijen die zeggen wij willen het doen. Dus ik vind dat je dan gewoon in de rechtsstaat het ook gewoon moet doen. Nou, dus het is een keuze. En wij hebben voor het geval dat er toch niks zou gebeuren ook nog een noodpakket. Daar hebben we nog een paar variaties in, wat we exoten noemen. Dat klinkt exotisch, maar dat is het eigenlijk niet. Want het gaat erover van, nou ja, als je niks hebt gedaan en je wilt op het laatste moment toch de rechtsstaat handhaven, ja, dan kan je de veestapel halveren, 9 megaton. Dan kan je Tata Steel dicht doen, heel veel megaton. Maar dat zijn allemaal zulke draconische maatregelen dat wij die helemaal niet voorstaan. Maar we hebben ze even opgeschreven om te laten zien waar je mee gokt als je binnen een rechtsstaat toch wil doen wat nodig is. Dus we hebben echt heel veel mogelijkheden gegeven, van kolencentrales, 40 kleine dingen, tot exoten en noodpakket. Dus eigenlijk kan je ruimschoots halen wat nodig is. En nu is het dus vooral of het kabinet het ook wil. En daar gaat het uiteindelijk om. Want wij hadden 5 ministers uitgenodigd, inclusief minister-president Rutte. We hebben alleen vrijdag een mailtje gehad van meneer Hoekstra, maar van alle andere mensen niet gezegd van wij komen niet. Ik vind dat niet netjes. Ik vind dat als je met een paar gele hesjes in het torentje bij Rutte mag komen en wij nodigen met 700 mensen 5 ministers uit en je hoort helemaal niets, dat vind ik wonderlijk. Ik ben heel blij dat er hier 2 directeuren-generaal zitten van de belangrijkste ministeries, EZK en Binnenlandse Zaken. Die gaan daarover. Dus ik ben heel blij dat zij hier zijn om de boel in ontvangst te nemen. Maar ik vind eigenlijk dat dit zo belangrijk is, dat het chefzag is. En daarom hebben wij de minister-president hier toch neergezet. Zodat we af en toe een beetje tegen hem kunnen praten. U mag straks allemaal met hem op de foto. En zorgen dat hij er dan toch nog een beetje bij was vandaag. Zodat hij weet dat wij hier waren en dat we hem eigenlijk gewoon helpen. Want wat wij doen is gewoon een helpende hand. Wij reiken uit naar het kabinet. Wij zeggen niet wij voeren een rechtszaak omdat wij nou zo graag een rechtszaak voeren. Wij staan niet tegenover de overheid. Maar wij proberen alles wat mogelijk is om te doen dat we gaan doen wat de overheid zelf zegt te willen. Namelijk onder die 1,5 graad blijven. Nou, ik weet niet meer mogelijkheden om dat nog te doen. Dus dit is onze laatste dappere poging. En ik zou zeggen, er is meer dan genoeg redenen. Want als jullie om jullie heen kijken, je ziet de ene na de andere extreem. De eerste doden rondom water is gevallen. Allerlei extremen, de hoogste CO2-concentratie ooit. 415 parts per million is in geen 3 miljoen jaar zo geweest. Nou ja, Nederland heeft wel een dingetje met water. 10 jaar geleden zei de commissie Veerman nog, het wordt maximaal 1,20 meter deze eeuw. Nu staat op de KNMI-website, het kan deze eeuw wel 2,5 à 3 meter zijn. Binnen 10 jaar is dat veranderd. In 10 jaar van 1,20 meter naar 2,5 à 3. En dit is niet een onderwerp van de praatprogramma's. Dat is wel wonderlijk, want het zou ons toch moeten aangaan. Nou ja, we lopen te debatteren in mijn ogen over allerlei nitty-gritty dingen, terwijl de muur heel dichtbij is inmiddels. Nou ja, dus vandaar, oplossingsgericht als wij zijn, vandaag 40 maatregelen. Nou, eens kijken, ben ik binnen mijn tijd gebleven? Nee. Dus we gaan nog sneller. En de eerste maatregel. Maatregel 1.